prijsuitreiking. De voorzitter van de jury, Mitch Durbin, zal de prijzen uitreiken. En hij wordt daarbij geassisteerd door de president van de Nederlandse Magische Unie, Jasper Obel. Ja, goedemiddag allemaal bij de prijsuitreiking van het 33e juniorenconcours. En ik hoop dat u allemaal een leuke dag heeft gehad. Ja? Ja? Nou, wij als jury hebben genoten van de diverse acts. En er waren ook veel diversiteit in de acts. En we kunnen dan ook heel erg goed zien dat diverse acts ook heel goed worden gecoacht. Ik heb het al eens gezegd, maar ik zeg het nu weer. Ik denk dat het Nederlands kampioenschappen goochelen voor de jeugd een van de belangrijkste evenementen is die we in Nederland kennen. En niet alleen om hier ervaring te doen op de dag zelf, maar ook dat er een vastgestelde datum is en dat je samen met je coach en begeleider samen naar een vast punt toewerkt. Heel belangrijke vaardigheden worden hier geleerd en die neem je toch maar mee in je ontwikkeling als goochelaar. Nou, wij gaan over tot het grote moment, de uitreiking van de prijs. En het was niet makkelijk, moet u zeggen, en dat zeggen ze altijd, ja, bij deze weer. Maar het was echt niet makkelijk en we hebben uiteindelijk een mooie lijst samengesteld waar wij als jury volledig achter staan. De eerste prijs, Close-up 2016, is geworden Michael van Stralen! Michael, gefeliciteerd met je close-up. Dankjewel. Want je bent nu nog voor de tweede keer, als ik me niet vergis, officieel Nederlands kampioen close-up goochelen. Dat klopt. Hoe voelt dat? Fijn, heel blij. Ja? En wat ging er door je heen toen je je naam hoorde roepen hier weer? Blijdschap vooral, eigenlijk. Ja, eigenlijk, ja. Ga ik de vraag wat ik stel eigenlijk. Hè. Want we hebben net je hele mooie act gezien. En we hebben ook al wat kleine stukjes net gezien in de compilatie die hiervoor zat. Wat was je grote inspiratiebron? Eigenlijk de act van Shilim, daar heb ik best wel veel uitgehaald. Ja. Maar wel zo aangepast dat het wel zeg maar origineel bleef. Oké, okay, ja, dat is wel belangrijk. Je moet wel origineel blijven, want ja, iedereen kan kopiëren. Ja. Maar origineel blijven is moeilijk. En origineel ben je, zoals dat hebben we net gezien. Hè, met heel veel kleur en heel veel mooie technieken die je gebruikt. Die we nu natuurlijk niet gaan vertellen. Moeten ze maar de truc kopen van Shilim. Want hoe lang ben je nou bezig geweest met het oefenen van deze act? Volgens mij zit daar echt jaren werk in. Oefenen een maand of 3-4 denk ik. Maar de ideeën voor de act hebben we echt al een jaar geleden allemaal een beetje gebrainstormd, zeg maar. Oké, okay, wat leuk. En dan ga je deze act nog verder uitbouwen of uitbreiden? Ik denk dat ik wel ga proberen wat dingetjes nog beter te maken. Maar het blijft wel deze act. Zeg maar. Oké, okay, wat zou er volgens jou dan beter moeten? Nou, gewoon zeg maar mijn techniekjes nog beter oefenen en misschien wat dingen nog visueler maken. Of... Je techniekjes nog beter. Man, het is al fenomenaal om te zien. Kunnen we je act binnenkort nog ergens anders zien, behalve hier of dat je weet? Bij Gershow in het Wapen van Assedelft. Op 8 mei is dat, hè? Ja, Wondergala. En de volgende keer bij het Open Nederlands Kampioenschap. Oké, dus we hebben nog genoeg kansen van je act te genieten. Nou, dat gaan we doen. Er staat een hele rij achter me om je te feliciteren. Dus ga daar gauw naartoe en bedankt voor nu eventjes. Geen probleem. De eerste prijs in de categorie toneel. Juniorenconcours 2016 is gevallen op Maggie Kilian en Van der Jaar. Nou, we hebben net een prijs
prijsuitreiking gehad. Meisje, Kilian en Fabianne. Ja. Van harte gefeliciteerd met jullie oorkonde. Want jullie zijn nu officieel Nederlands kampioen toneelgoochelen. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Hoe voelt het? Hoe voelt het? Goed. Het voelt goed? Ja. Ja? Hoe lang heb je aan je act gewerkt? Nou, zeker echt een paar maanden wel. Want dat is nou het allermoeilijkste van jullie act? De ijskoker. De ijskoker, want ja, daar zit jij in op een gegeven moment, hè? Wat was dan ook echt, dat voor jullie het moeite was, voor jou het meeste werk natuurlijk, hè? Ja, vooral heel leuk. Maar ging dat ook een paar keer mis, die ijskoker, met oefenen? Want ik heb een hoop de bellen tussen gehad. Ja? Dat doet, ja, dat is gewoon niet leuk natuurlijk, hè? Nee. Maar goed, nu hebben jullie de eerste prijs te pakken. Hoe gaan we nu verder? Wat wordt het volgende? Nog steeds blijven optreden, dat soort dingen. Ja? Ja. Want waar kunnen we jullie binnenkort zien? Nou, we gaan opnieuw meedoen, waarschijnlijk aan het Nederlands kampioenschappen, maar dan voor de senioren. Dus misschien dan wel weer. Met deze act ook? Nee, dat weten we nog niet. Oké, nou ja, maakt niet uit. Hey, onwijs gefeliciteerd nogmaals en tot de volgende keer. Dankjewel.